Van opera tot musical is een ensemble wat bestaat uit 3 mensen. Dat wil zeggen de pianist, Kees van Zandwijk, de bariton, Rolf van Rijsbergen en mijzelf, de sopraan Angelique Wardenier. Wij brengen dus een heel breed scala aan muziek. Romantisch. Opera is altijd drama. Gaan mensen eigenlijk altijd dood? En musical is heel vaak vrolijk. En wij proberen ook alle facetten aan bod te laten komen in het ensemble. En het wordt vrolijk. Hier met een blij gevoel de deur uit, dat weet ik zeker. Ze worden emotioneel geraakt, ze gaan lachen, ze kijken elkaar aan, dat weet ik nu al. En ze zingen heel veel mee. We gaan ook letterlijk naar de mensen toe. We raken de mensen ook aan, fysiek aan. We gaan bij de mensen zitten. Het is niet alleen maar staan hier op de bühne en we hebben heel veel kostuums. Ensemble anders dan alle anderen? Ja, jeetje, dat vind ik. Krijg ik daar geen bijval van de mannen die daarachter in het publiek zitten? We zijn bevriend. Ja, tuurlijk. We kennen elkaar al 100 jaar. We kennen elkaar al 100 jaar, dat is absoluut waar. Dezelfde zangleraar gehad? Ja, hij dan niet. Ja. We hebben inderdaad dezelfde zangleraar gehad. Het is gewoon super leuk om samen te werken. Ja, ja, wij hebben een hele goede klik en een hele goede energie met elkaar. Dus dat is inderdaad wel onze verbinding in dit geheel. Ja. We raken niet per se iedereen aan, hoor. Nee, niet. Mensen hoeven niet bang te zijn. Nee, we raken niet. Als u het niet wil, dan raken we u niet aan. Wij gaan optreden in Lelystad in Theater Poza. 22 oktober. Niet vergeten in de agenda te schrijven. Enkel.